Inmiddels is naast mij komen zitten Laurens Woudenberg, hoornist van het KCO, sinds vorig jaar, hè? Goedemorgen, ja, sinds vorig jaar. Vorig jaar. Ja, u had hem net ook hier kunnen horen spelen, de tune, maar dat heeft de luisteraar thuis niet gehoord, want zoals we al zeiden, we hadden geen verbinding. Hoe is het om te behoren tot het elitekorps van de wereld? Want dat is het wel. Ja, dat is fantastisch. Ja, het is dan dit jaar feest, maar ja, zo heb ik het ook tot nu toe allemaal ervaren. Het is prachtig. En je moet niet te veel over nadenken. Want dan word je zenuwachtig. Ja, precies, ja. Het zou ook zijn. Ja. Maar hoe kom je daar terecht bij dat elitekorps? Je moet uiteraard audities doen. Hoe gaat dat eigenlijk? Ja, die audities, je solliciteert gewoon met een sollicitatiebrief. En een brief, dan kan hoop ik je dat niet je wordt horen. Uitgenodigd. Ja. Ja. En dan krijg je dus, de audities worden verdeeld over meerdere rondes. En het is vergelijkbaar met The Voice of Holland. Eerst is het achter een scherm, dus niemand kan zien wie er speelt. En als je die ronde doorkomt, dan is de laatste ronde wel met het scherm weg. En dan kan iedereen je zien. En waarom is het belangrijk dat niemand kan zien dat je speelt? Is het uiterlijk ook belangrijk eigenlijk in een concert en willen ze dat niet mee laten spelen? Ja, het is precies. Het is juist niet belangrijk, dus ze willen vooral objectieve beoordeling. Ja. En daarna, als je dan door die ronde heen bent gekomen, dan mag iedereen het zien. Ja, ik weet ook niet precies waarom die regels er zijn. Er is ook altijd discussie over. Maar ja, je kan zeggen dat het ook wel goed is om te zien hoe iemand speelt. Gewoon puur omdat je ook kan zien hoe de techniek is. Of, ja. Nou speel jij hoorn. Dan zit je vaak behoorlijk achter in het orkest natuurlijk. Ja. Ja. Dus dan moet je wel op het balkon zitten om jou echt goed te kunnen zien volgens mij. Nou, als je op balkon Zuid zit, dan zit je verkeerd. En verder de rest van de zaal kan het wel zien, geloof ik. Ja, precies, want dan heb je een zichthoek niet. Oké, okay, jij gaat nu voor ons spelen. Dat betekent dat jij nu naar de microfoon loopt. En dan ga ik aankondigen wat je gaat spelen. Overigens word je daarbij begeleid door Marcel Worms, die ook net onze violiste Ursula Schoch begeleiden en die dat nu weer zal doen. We gaan twee stukken horen. En dan ga ik even kijken of ik nog weet welke dat zijn. Ja, dat zijn de Reverie van Glazunov en de Romance van Saint-Saëns. Ga je gang. Thank you.
Prachtig. Hornist Laurens Woudenberg en pianist Marcel Worms hoorden u in achtereenvolgens de Reverie van Glazunov en de romance van Saint-Saëns. En straks hoort u meer van ze.